Een belangrijk punt wat ik probeer te maken is dat rechtspraak niet alleen een kostenpost is, maar iets waar politici, maar ook de regering, zich echt verantwoordelijk voor moet voelen. Het is een manier van samenleven die daardoor mogelijk wordt gemaakt. Bezuinigingen in deze tijd, daar ontkomen we niet aan. Maar de gesubsidieerde rechtsbijstand en de rechtspraak lijken nu kind van eigen rekening te worden. Onafhankelijk toezicht. Niet zo eenvoudig te bedenken wat daar nou precies op tegen zou moeten zijn. Er is al beslist dat we onafhankelijk toezicht moeten hebben. Nou, dan maar zo onafhankelijk mogelijk. Dat is dan dus eigenlijk per definitie een rechter. Het is allemaal niet zo moeilijk, het kan eenvoudig worden geregeld. Het is heel belangrijk dat de strafrechtsketen goed blijft functioneren. En daarom vind ik dat we moeten investeren in de rechtsstaat.